18 uur ben jij. Ja. Dat is een gezin of heb je nog meer kinderen? Nee, dat is de enige dood. Oké, okay. Maar daar ziet je wel heel zuinig. Oh joh, dat is alles hè. En hey, leuk om te huren dan, of niet? Ja, zeker. Is het anders hun ook zo? Ja, zeker. Ze zien ook alles voor dicht? Ja, ja? Klopt. Ja. En dan... In het diepste van het hoofd. Tot, ja? Ja, ja. Vertel eens pap dan. Want sowieso... niks ten nadele van man. Nee, nee, maar dat is maar speciaal. Ik weet uit eigen ervaring dat vader-dochter is iets bijzonders. Hè? Ja. Probeer dat eens onder woorden te brengen. Dat is eigenlijk het beste in mijn leven wat me overkomen is. Dat ze een dochter hebt die zorgt voor van de geld en wordt ze zelf ook van de geld. Ja, dat is een feite. Ze zijn alle twee mijn steun aan toegelaten, in feite. Ja, dat is toch wel bijzonder. Ja, dat zien die twee meisjes zien dat, hè? Ja. En vooral ben je heel veel metgemaakt. Daar wil ik verder niet over in detail trekken. Hoef ik niet. Maar dat is wel, dat heeft wel een hele echte band gemaakt. Kunt ze dan ook hoe de nest wordt altijd... Waar altijd veel liefde was ook toe. Ja, zeker. Ik kan me geen beter naast voorstellen dan het naast hoe ik uitkom. Ja, dat is zo. En ik heb ook al heel gek naasten om me heen gezien, dus ik denk, ja, dat is wel echt heel bijzonder, denk ik. Dat ze veel naasten om de geren gezien heeft, dat met die werk te maken of zo? Ja, dat ze in veel verschillende nestjes zit ze in de zorgen voor? Ja, ja. Ja, dus dan zie ik ook heel vaak wie het anders is. En dan koestert ze nog wel eens extra, als ze het zelf heel fijn hebben gehad en nog steeds hebben met elkaar. Wat doen ze precies in de zorg dan? Ik werk in een revalidatiecentrum. Een revalidatiecentrum? Ja. Dus mensen die bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad of een hersenaandoening. Of een hartprobleem. Ja. Of een hartprobleem. Ja, die komen dan revalideren. Ja. En dan krijg je het totaalpakket te zien. Hè. Dus het niet alleen de patiënt, ja, maar ook de omgeving. Ja. En dan denken ze af en toe wel eens van goh. Zo kent het ook. Ja. En wat heb ik het allemaal goed? Ja. 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 Wat zien die eerste herinneringen aan leuke dingen die ze met papa en mam deed, of met een van tweeën? Van toen ze nog een heel klein... Vakantie, skivakantie. Dat staat wel bovenaan. En de wandelvakanties, ja. Altijd lekker actief en ja, gezelligheid. Wandelvakanties. Ja. En dan bijvoorbeeld waar? In Meran, in Italië, Noord-Italië. Oh, dat ken ik wel. Ja, ja. Merano. Ja, 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 geweldig. Ja. Leuk om te shoppen ook, hè? Ook. Ja, ook. Ja, ja. Moest papa met. Ja. Ja. Oh, dus pap shopt gewoon mee? Ja, pap staat voor te kijken met hoeveel tassen van de boete zeg maar. En met die... En met de bus. Oh, dus de bus... Met de pinpas, hè? Die blijft bij dicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar wandelen, dat heb ze dus van vroeg af aan dat gedaan met pap en mam. Ja. De paden op de lanen in. Maar dan ook van die tochten die gewoon lekker hoog de bergen ingingen. En dan, zeker. En was dan ook altijd de beloning als ze ergens bij een hutje gaan zitten? En dan, een lekkere appelstrudel of zo. Ja, dan is het compleet. Eigenlijk. Wat herkenbaar, hè, Maurice? Ja. Dat is er ook een, de hier in die komt rijden. Ja, ik zie het aan zijn muts. Dat zei hij ook aan zijn klei. Ja, want hij heeft fjallraven, brogan en een mammoet. Oh, moet ik eigenlijk niet zeggen. Piep. Oh, nee. Piep. Dat moet onze joden straks hoe piepen. Een graaf voor de broek. Een graaf voor de broek, ja. Ja, ja, ja. Hij kent die uitrustingen. Dat zei het meestal ook uit voor degene die in die kleding zit. Ja. Ja, er is zelfs aan een Italiaanse blieven hangen. Oh. Dus ja. Maar je hebt dat kunnen regelen. Ja, sommige mensen hebben zien voor het geluk geboren. Maar dat zijn dingen die nemen ze dicht nooit meer aan. Die herinneringen aan... Ja. Dus wandelen met papa en mam, dat is appeltje-eitje. Ja. Net zo wie nou. Ja, lekker. Ontspannen. Ja. En hij is nou even geen deens? Ik heb 3 dagen werk, dus nu heb ik 2 dagen vrij. Oh, heerlijk. Heerlijk. En zeker met zo'n weer, nou, wat wil ze nou meer? Ja. Ja, ja. Dus, dan gaan we erop uit. Heeft ze zelf kindjes? Ja, ene zoon. Ene zoon? Ja. Wie oud is er? 5. 5? Ja. Dus dan is er een kleine, springende veld. Ja, en de skiet naar het zoger. Dus ja. Ja. Dat is ook een lekkere beweging. Oh, dus de herder op de skis gestoomd? Ja. En dat geeft goed? Dat geeft prima. Maar die hebben het zwartepunt nog zo lekker. Ja, dat geeft nog goed. En die zien nog van de elastiek? Ja, die vallen nog. Die staan over gewoon weer. Ja. En dan zet een knuikje omhoog. Ja, geweldig. Ja.
Ja, dat is ook super. Dat kleine is ook super. Dus dan ziet je al met z'n allen, met drie generaties, ziet je al... Ja. Al vier. Ja. Er is nog één, bij jou, de man. De man. Het zijn al vier generaties. Die vindt altijd iets, ja. Maar geeft hij dan nog mee? Nee, die geeft nu niet meer in. Maar als ze gaat mobieler worden, dan wel. Want de sneeuw ging niet meer met op wintersporen. Dus, ja, vier uur terug wel, hè? Ja, toen is ze nog met geweest. De bergen, met wandelen. Oh ja, 80 jaar. Nu is het mijn 84 jaar. Maar dan wordt het gaat langzamer. Ja. Gaat ja. Precies. Zitten we nou, is dit nou nog groot gaan houden? Of? Ja. Ja. En waar woont je zelf? In Nerbeek. In Nerbeek? Ja. Ja. En die hoog? Ja. Ja? Ook niet verkeerd. Daar gaan we in. Wat, naar de Meulen? De Meulen, dan gaan we even een lunchje. Ah, dan kan ze even zonder namen te nemen, maar door... Een 12 uurtje pakken. Ah, een 12 uurtje. Ja. Dat is gewoon aan te beweren. Oh ja? Ja. Oeh. Een 12 uurtje. Dat klinkt, vader, alsof je dat al dukker hebt gedaan door een 12 uurtje. Ja. En vertel eens, wat zit er dan bij het 12 uurtje bij de meulen waar we de naam niet van gaan nemen? Daar zit een goed gevuld soepje bij. Ah ja? Er zit een warm, lekker kroketje bij. Oeh. Kroketjes. Er zitten Rudy. Kroketjes, Rudy. Sneetjes brood zitten bij. Ham, kaas, salade. Tonijnsalade. Ik zoek dat geen 12 uurtje, ik zoek dat een 12 uur. Een stevig 12 uur. Ja, maar daarvoor zijn we van tevoren ook calorieën aan het verbranden. Juist. Dus dat is er ook wel plek op. Ja, ja. Hoe lang ziet je, wanneer ziet je vertrokken? Om 20 voor 11. Hoe laat is het nu? Hoe laat leven we nu? We hebben toch helemaal gelopen. Ja, dat weet ik. Normaal is dat 20 minuten. Nou, kwart voor 11 gaat ze helemaal vertrokken. Ja. Dan verstaan we ook hier. Kijk, ja, kijk al een ook dat is de skyline waar we nou in staan. Ja. Dat hoort ook te bier. Daar willen we ook op reis. Dan moest er geld voor over hebben. Ja. We willen ook spolkers, want dit brengt spolkers en hoogspolkers. Dat is een vraag, ja. Maar ja, dat is inderdaad. We willen van alles. En er zijn heel veel dingen die we dan irritant vingen, maar ja, dat hoort er eigenlijk bij. Ja. Ja. Ja, zo werkt het. Ja. Het is ongelooflijk dat ze het A in de lucht kiezen en dat ze het B erin blijft. Ja, soms niet, hè? Maar het schijnt toch nog altijd, maar het is toch nog altijd de meest veilige manier van reizen. Ja, dat heb je gelezen wat de meest onveilige manier is? Volgens de krant, hè? Een cruise. Een cruise? Ja, de meest onveilige manier van vakantie vieren. Maar is dat in de krant staat dat dan 1 op de 100.000 nu sterft. Doordat ze uitglijden bij het zwembad. Ze werden natuurlijk misdrijven aan boord gepleegd. Maar een hele hoop lui vallen overboord. En als ze van den toren aanvult in de zee, in de oceaan, vuurt het ene biedige best wel lang dood. Dus dat zijn statistische gegevens. Ja, er bestaat tegenwoordig volgens mij al 30 seconden onderweg met vallen voordat ze überhaupt het water raakt. Zo groot zien die buurt. Misschien best wel al dood voordat ze het water raakt. Echt hoor, een cruise? Ja, dat is in de krant. 1 op de 100.000. Ja, als in de krant staat, dan zal het wel voorzien natuurlijk. Hè. Oh. Maar, Ja, precies. Zo is dat, ja. Maar, heb je wel eens een cruise gedaan? Nee. Ik zou het leuk vinden, maar hij zei het... Maar tegenwoordig kent ze op die cruiseschepen dan, omdat ze ook zo goed zijn. Wandelen. Ja, ook. Juist. Heel veel kan ze oren wandelen, hè. Over dat dak heen en weer. Ja, trap je op, trap je af. Aardig dak. Ja, van de Copacabana Lounge naar de... We hebben geen molen. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Ja, achteraan, hè. Maar dat noemen ze dan weer een schroef, hè. Ja. Dat is ook een soort van molen. Nee, ik zie dat... Ik zou dan niks aan. Nee, ik ook niet. Ik heb een collega gesproken, het gedaan en zei het... Nee, ik zie elke dag zie die fjorden en een fjord, als het een fjord is, als ze daarheen gaat, kun je ook een Caribische cruise doen. En zeg maar, het is allemaal van hetzelfde. Elke dag is hetzelfde. Het scheef lijkt wel aan hier en daar. Dan kun je een stad bezoeken. Dan moest ze weer op die truck zijn, want dan gaan we wel weg. En dan gaat ze weer tuffend door. Ja goed, dan als ze aan zijn cruise scheef aan de binnenkant bekijkt, dat is natuurlijk top luxe. Maar uiteindelijk is het gewoon een beperkte ruimte waar ze zich in begeurt. Een kamer. Ja, dat is gebonden ook aan de plek. Een restaurant, hotel, een zwembad, fitnessruimte. Ja goed, dan ben ik liever hier. Het is ook een fitnessruimte, hè? Ja.
Nee, dat is niet mijn vakantie. Ik ben liever van de actieve. Van het skiën en van het wandelen, motorrijden. En deze winter al op de latte gestoomd? Nee, nog niet. Dus je gaat dan meestal wat later in het seizoen? Ja, vooral ben ik een paar keer pech gehad onderweg. Dus we zijn even een pauze aan het maken met de wintersport. Een pauze gaat autopech? Of, dat, onder andere. Autopech, thuisfrontpech, ongeluk op de, op de piste. Met, Goedemorgen. Dat is het. Jawel, aan de pet! Dag meneer, hoe is het met u? Goed, goed. Ja, maar je ziet gans ingepakt nu. Ja, hè? Dus ja, geef me even. Mensen, wat doen we te doen is? Geef me even de kans. Ja, in mijn achtertuin, hè? Ja. Dat is nog een actieveling. Pas geleden nog in Ongerweeg gezeten. En hij was, van uw Schummert was hij, in Noord-Limburg was hij. Worden ze met z'n veren een korte fietsvakantie? Ja. Ze hebben van Schummert naar Arsen gefietst. En komen weer terug en een leuke reacties op gehad. Toch wel? Ja. Van in de buurt nog zelfs, van kennissen die mij gekend houden. En wie zit je dan van Schummert? Ik ben Joost Zoons. Ja. En ik ben Joost Oberons van Schummert. Ja, onbekend Schummert. Ja. Maar je kent elkaar niet? Nee. Ja, Schimmel, het is een wereldstad, hè? Pas op, er is al 40 jaar overeen gegaan. Ik ben zo leer lang. Ik woon 45, 46 jaar nu in Maarweg. Ik heb vroeger in Oansel gewoond, de boerderij. Dat heb ik toen. Maar, want ik ben nu even terug in denken, hè? Jo hoefde vroeger op de boerderij nooit te melken. Nee, te melken. Kijk, nou zien we er weer. Oh. Ja, want ik kom vandaan. Dat is geen koe. Nee, dat was mijn neem, want toevallig dat ik deze morgen in de mes in de kerk trof ik een vrouwke en die had vroeger bij ons op de boerderij. Ik kom eigenlijk vandaan uit dat lager in Noanse. Ja. En die had vroeger verwaar bij ons met die aan kinderen. Die had bij ons vroeger, hoe dat vroeger ging, had die gewerkt bij ons, geholpen met. En dan was ik ze niet naak en die is er nu 86. En dat houden ze nog over. Mijn mam is gestorven met 60, nogal jong. En dat was goed mijn zaak. Ik was toen 32 toen mam stierf. En maar ja, om heim waar we meteen gingen, dat was aanpakken, hè, s'morgens en ummer. En dus, wat was het verhaal een beetje? Dat was het verhaal een beetje. Ja. Maar de vorige keer deden we nog 12 minuten. Ja, wij niet. Maar nu. Dit was de samenvatting. Ja.